doch rein. We beginnen met even in de bank hier aan zitten. Dan vertel ik alvast iets over de kerk. En daarna lopen we nog even door de kerk. En dan wijs ik jullie wat beelden aan van heiligen die hier zijn afgebeeld. Een kerk als deze. Die verwacht je eigenlijk niet in Nederland. Hoe komt het nu dat die kerk hier gebouwd is, die Italiaans aandoende kerk? Destijds, zo rond 1860, was er hier een pastoor die in Rome had gestudeerd. Als ik ooit als pastoor zijnde een nieuwe kerk moet bouwen, dan bouw ik er een lijkend op de Sint-Pieter in Rome. En wel hier zie je het resultaat. We kijken even naar het gewelf van het middenschip. Want dat gewelf van het middenschip, dat voorzien is van die goudkleurige ornamenten, dat aanbrengen van die goudkleurige ornamenten is eigenlijk het laatste wat gebeurd is om de kerk te voltooien, om de kerk af te maken. En dat is pas gebeurd rond 1980. 44 van die 59 beelden zijn gemaakt door dezelfde beeldhouwer, de zekere Frans de Vriend. Toen hier de kerk gebouwd is, toen woonden er in Oudenbosch maar 3800 mensen. Het was nog een dorp, klein dorp. Esti, de voorstad, die betekent Sanctus. Welke heilige zal afgebeeld worden met sleutels? Welke heilige? Petrus. Dit stelt voor een heilige Petrus. Jezus heeft tegen Petrus gezegd: aan u geef ik de sleutels van het koninkrijk der hemel. En daarom wordt Petrus altijd afgebeeld met sleutels. Trouw, die S voor, die S, wat een van jullie al zei, dat is van Sanctus, dat is van heilig. Dit is de heilige Anna. Wie was nou de heilige Anna? Welke heilige is hier nou afgebeeld? Hier is afgebeeld de moeder van Maria. De moeder van Maria, die heette Anna. Bij de heilige Anna gaat men bidden. Ik zal het speciaal tegen de meisjes vertellen. Dan gaan ze eigenlijk bidden om de man te leren kennen. Zeg, de heilige Anna zorgt toch dat het de man is. Dat is natuurlijk een beetje traditie. Die en die attributen, die en die heiligen. Maar hier hebben ze het makkelijk. Hier staat onder de heilige Jozef. Een manneke wat erbij staat is dus Jezus. En je kunt ook weer zien dat het Jezus is. Want hij heeft een wereldbol in zijn handen met een kruis erop. En er is dus hier een speciaal altaar toegewijd aan de heilige Jozef. Michelangelo, die heeft dit beeld gesigneerd. Weten jullie hoe de vorige paus heette? Benedictus. Die heette Benedictus. Deze kerk is een basiliek. Wat wil dat zeggen? Een basiliek is een kerk met een eretitel. En een eretitel van basiliek, die kan alleen de paus aan een kerk geven. En paus Pius de Tiende heeft in 1912 aan deze kerk de titel basiliek gegeven. Als je in een basiliek bent, kun je het altijd zien. Dat zijn twee symbolen, twee waardigheidstekens. Chromo Pelli, dat is een paraplu met zijn geel-rode banen. En het Tintinnabloem, dat is dat geel-koperen belletje. Zullen we dat Tintinnabloem even laten horen? Wie wil dat doen?
Als de paus de basiliek bezocht, dan hoorde je het Tintin aan. Jij ook geen druk met 5000 euro. Ja, nog maar. Prima. Mooi geluid zit erin. Het is een sterklimb challenge.